groepsexpositie Impulse Suriname-Germany Connection is gisteren feestelijk geopend in G Art Blok aan de Verlengde Keizerstraat. Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen kunstenaars van de Federation of Visual Artists in Suriname, FVAS, Duitse kunstenaars en G Art Blok uit Suriname. Ruim 32 kunstenaars uit verschillende landen exposeren hun werken. Behalve Duitsers en Surinamers hebben ook Turken en Amerikanen een bijdrage geleverd aan deze expositie. Volgens George Struikelblok, trekker van dit project, is deze samenwerking in 2016 gestart. Hij is zeer tevreden over het niveau. Ik ben echt tevreden. De Duitsers zijn helemaal weg van Suriname. Ze zijn helemaal weg van het Wallabahout. Maar ook, ze willen echt werken in Suriname. Ze vragen me al, wanneer gaan we werken? Ik zeg even geduld, we hebben een programma voor jullie. Jullie moeten een beetje inkomen, weet je, en daar gaat het beginnen te lopen. Maar we hebben heel wat activiteiten voor ze gepland. Dus vanaf maandag starten we bij het Openluchtmuseum. En daar gaan we samen met de Surinaamse kunstenaars gaan we die impulsen geven aan elkaar. We gaan werken, we gaan praten en we gaan die 8 grote sculpturen maken. Dus het gaat misschien 3 weken duren voordat alles klaar is. En dan komt er weer een hele grote opening bij het Openluchtmuseum. Kunstenaar Daniel Spellan, die ook deelneemt aan de expositie, is onder de indruk van de sfeer in Suriname. Ook hij prijst het niveau van de expositie. Each work is so different. Each artist has their own style, their own, you know, feeling, their way of working. I would say it is at a very high level. I've been impressed by the quality of the work, the different styles, the different influences. You see a lot of color that, to me, is it's special. It feels South American, Caribbean. It kind of comes through in the art. I can't say enough nice things about it. Everything I see here is great, really great. Aldus de kunstenaar Daniel Spellan gisteren bij de opening van de groepsexpositie Impulse Suriname-Germany Connection. De expo duurt tot en met 16 april.